Edson Arantes do Nascimento, beter bekend als Pelé, viert vandaag zijn 80ste verjaardag. De voetballegende was 18 van zijn 21 jaar in prof van het Braziliaanse Santos Futebol Clube aan de rand van miljoenenstad São Paulo. Pelé maakte zijn debuut op 7 september 1956, anderhalve maand voor zijn 16e verjaardag. Pelé mocht als 17-jarig talent dan ook mee naar het WK van 1958 in Zweden. Hij scoorde liefst 6 keer op het WK, waaronder 2 keer in de met 5-2 gewonnen finale tegen gastland Zweden. 4 jaar later werd Pelé opnieuw wereldkampioen met Brazilië, deze keer in Chili. Door een blessure in een van de wedstrijden kwam hij de rest van het toernooi nooit meer in actie. Op het WK in 1970 schitterde Pelé in Mexico met 4 goals en 7 assists in 6 wedstrijden. Het Brazilië van dat WK wordt gezien als een van de beste landenteams aller tijden. Wat velen niet weten is dat Pelé met zijn club Santos zijn 1000ste wedstrijd in het André Kamperveen Stadion heeft afgewerkt tegen het Transvaal van Wesley Bundel en zijn teamgenoten uit die tijd. Santos won die wedstrijd met 4-1. We vonden Pelé altijd een geweldige voetballer. Iedereen liep na de wedstrijd om naar het hotel te gaan, om Pelé te bezoeken en al die dingen. Dus we vonden het een eer om tegen zo'n topvoetballer uit te komen. Bundel had met zijn teamgenoten stiekem gehoopt voor een stunt te zorgen door Santos te verslaan. We hebben ons heel goed voorbereid om tegen zo'n geweldige club uit te komen. En het mooie ervan, wij Surinamers toen, we hielden niet van verliezen. En toen zei de speler van, nou, we snappen het, we winnen maar jongen. In de rust was het ook al 1-1. Een goede doelpunt van Reumel, Brampi, Rinaldo Reumel. Goede doelpunt. Dus ze hadden 1-1 gemaakt. En voor ons, voordat iedereen dacht, hebben we gelijk gemaakt. En toen zeiden die mannen zelf, die supporters niet van, van Robin het ook, zeiden van, heb den boy die zie, wint in Santos, dan nog een nek toe tak ja maar. Al met al hebben Bundel, zijn teamgenoten en voetbalminnend Suriname waar voor hun geld gehad na een pot voetbal op hoog niveau. Met Roy Paneburg en Naldo Singh, Jackie Bosman, Jules Lagadou, Wiener Schaal is er nou ook en je had Dus, Regilio en Rinho Dus was er ook bij. Bosman, Jackie Job Bosman. Het was een, we hadden een heel goed team ook, hè. Heel goed team hadden we toen.